Ik ben Anouk, ik ben 24 jaar oud en nu 3 jaar afgestudeerd aan Codarts, de docent dansopleiding. En toen ik eraan begon, had ik eigenlijk eerlijk gezegd nog niet echt een heel goed idee van hoe dan mijn leven eruit zou gaan zien. Maar ik wist gewoon heel zeker dat ik wilde dansen en wilde lesgeven. Dus vanuit die motivatie ben ik het avontuur aangegaan. Ik heb op Codarts wel heel erg ontdekt wie ik als mens ben en wat mijn karakter is, wat mijn kracht is als mens. En dat weet ik nu heel goed in te zetten in mijn werk. En dat vind ik wel iets heel moois. En natuurlijk hebben we allerlei tools gekregen hoe je dingen moet doen, hoe je een goede danser bent, hoe je een goede docent bent. Maar uiteindelijk gaat het voor mij heel erg om dat je, omdat dit vak een kunstvak is, dat je je mens inzet. En dat is wel iets wat ik hier heel erg over mezelf heb geleerd en dat nu kan inzetten. Tijdens de opleiding ben je al heel erg bezig met een netwerk opbouwen. Dan vooral in het laatste jaar waarin je stage gaat lopen, in het 4e jaar, heb je een half jaar de tijd om het werkveld in te gaan. Dan ga je heel erg verdiepen in een bepaald interessegebied of waar jij straks met toch wel de gedachte dat je na de opleiding daar iets mee wil gaan doen. En dan ga je het werkveld in en dan begin je met heel veel klussen aan te nemen die op je afkomen of die je zelf opzoekt. Dus je gaat je netwerk uitbreiden en je netwerk inzetten. En dan voor mij was het eerste jaar nog heel veel verschillende dingen doen en aannemen en gaan. En dan naarmate je dat een beetje aan het ontdekken bent, ga je steeds meer verdiepen en word je ook beter in wat je doet. Kan je meer keuzes gaan maken. Kan je bijvoorbeeld voor kiezen van nou, je gaat helemaal voor dansen in het onderwijs en je gaat dus wel loondienst van je school. Of wat ik een beetje doe, van alles wat. Dus dan word je ZZP'er en dan ga je elke dag wat anders doen. Misschien zijn wel 2 verschillende plekken op 1 dag. Dus dat je 's ochtends daar repeteert en dan 's avonds les geeft. Ik geef nu les voor 2 dansgezelschappen, dus dat doe ik de danseducatie. Bij Nederlands Dans Theater en Jens van Dalen Burning Bridges. Dan geef ik les op Codarts, moderne aan de schakelklas van Corine. En dan Urban aan de HAVO en aan docent dansjaar 1 en 2. Ik geef les op Fontis, Hogeschool voor de Kunsten, de dansacademie in Tilburg. En dat is wel heel mooi om nu aan docent dans les zelf te kunnen geven, omdat je heel goed begrijpt wat ze aan het doen zijn. En ik kan heel mooie bruggetjes maken naar het werkveld, maar ook naar verschillende stijlen. Ik dans zelf bij de Musiconi Dance Company, inclusief dansgezelschap. En ik dans in projecten. En ik zit dan 1 dag in de week in loondienst bij een middelbare school. En dan geef ik dan dans aan groepen die helemaal niet willen dansen. Dus dat vind ik ook een hele leuke uitdaging. En dan uiteindelijk sprokkel je zo jouw week bij elkaar en kan je steeds meer daarin keuzes maken en waar je nou gelukkig van wordt en waar je verder wil gaan. En kan je heel goed je brood daarmee verdienen.